Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn aan het shoppen vandaag, want het was wat minder weer. Alleen de zon schijnt nog altijd. En we hebben even onze eetpauze. Me en Massis, wat hebben we genomen? Baya, fresh Mexican. En ik heb een rice, oh, we hebben allebei rice balls genomen. Ik zal direct laten zien hoe het eruit ziet. Maar het ziet er echt goed uit. Looking good. Mijn haar al. Meer kaas, maar ziet er goed uit. We hebben trouwens ook al wel van alles gekocht. En net heb ik van alles voor Noah gekocht in de babywinkel. Allee, baby, kindjeswinkel. Dus ik heb al voor Noah van alles gekocht voor als we naar die pizza gaan en zo. Super schattig. Maar dat kan ik natuurlijk niet laten zien in de vlog, want als Celine en ik dan kijken, dan hebben die dat gezien. We're done shopping for the day. Ik heb nog Starbucks. En we gaan nu terug naar ons huis. Ondertussen zijn we bij het Outback Steakhouse. Anaïs wil vrij graag naar de Outback komen. En hebben we cocktails. Blackberry Sangria. Maar dat is zoet. Wow, dat is precies grenadine, ja. Het is allemaal niet goed. We're back. En ik ga jullie nog even laten zien wat ik heb gekocht vandaag. En ik heb ook een paar dingen gekocht voor Bente, mijn meetkindje, en voor Noah. Maar die ga ik niet laten zien. Want als ik de vlog kijk, dan zie je dat. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik ga wel laten zien wat ik voor mezelf heb gekocht. Ten eerste heb ik dit blouseje gekocht. Plus deze golf. Plus deze broek. Allemaal van Paxson. En dan heb ik... Wacht, ik ga jullie ergens neerzetten. Is misschien een beetje hoog. Okay. Nog bij Paxson dit blouseje gekocht. Off the shoulder. Nee, niet off the shoulder. Gewoon geen dingen. Maar dat is zo. En ik dacht, dat is wel cute ook met deze broek. Dat is zo beige. Dan heb ik deze broek gekocht. Lichtblauw ruitje. Dat is eigenlijk dezelfde als die ik nu aan heb. Maar dan gewoon in het lichtblauw met een wit ruitje. En deze is beige met een witte streep. Dit is ook nog van Paxson. Een kleedje gekocht. Een blauw met witte bolletjes. En dan kun je zo binden in het midden. Voor een vrij simpel flowy jurkje. En dan bij American Eagle heb ik een zwart, oh my god, ik ben moe. Een rood met witte bloemen wikkeljurkje. Ja, ziet er zo uit. Je gaat dat zo niet zo goed zien. Maar het is wel heel mooi aan. Ja, je gaat dat zo niet zien. Maar ik zal sowieso een van de komende dagen wel aandoen en dan kunnen jullie dat zien. En dan, last but not least, heb ik dit gsm-hoesje gekocht. Er zitten zo haartjes in. Als jullie dat zien. En dat beweegt. That's all dat ik heb gekocht vandaag. Ja, buiten dan nog een paar cadeautjes. En dingen voor Noah, Bente. Dus, maar die ga ik niet laten zien zoals ik al zei. Ik ga hier de vlog afsluiten voor vandaag. Het is 8:30 en ik ga slapen. Maar ik ben stik kapot. Dus ik zie jullie morgen vroeg weer. Want dan ga ik verder vloggen. Slaap lekker iedereen. Thank you.
Wij zijn net gaan wandelen en iets gaan drinken hier. En nu zitten we te wachten op de trolley. Maar die man daar is de riool aan het leegmaken. Dus het stinkt hier echt zo hard naar diarree. Maar Anaïs vangt dat op, dus voor mij is het nog oké. Yummy. Lekker. We zijn weg uit de kakje. We zitten op een trolley. Er is echt niemand op een trolley. Anaïs en ik komen nu wel met mensen op. De trolley hier is een gratis busje, trouwens. Want anders gaan jullie denken, een trolley. Oké, we zijn terug met de trolley. Nu ga ik een boekje lezen. Chipsjes met avocado eten. Met dit uitzicht. Uh-huh. Ik heb trouwens al één boek uitgelezen van Linda van Rijn, denk ik dat die noemt. Het was wel een goed boek. Maar ik ga nu eerst een magazine lezen en dan ga ik aan mijn tweede boek beginnen. Ondertussen is het 7:30. Papa is pizza gaan halen. We hebben gedoucht. En we gaan zo eten als de pizza hier is. Zoals jullie zien ben ik best wel bruin geworden. Een beetje rood. En ik ben nu de vlog aan het uploaden. Want dat moet ook gebeuren. Ook op vakantie werken we nog een beetje door. Dus dat ben ik nu aan het doen. Maar ik denk dat ik de tv ga aanzetten of zo. Iets ga kijken even. Years later. Pizza delivery! Love it. Yummy! En nu in de badkamer. Amai, ik ben moe. Het is 8:40. We hebben het wel langer uitgehouden vandaag. Maar ik ben echt te kapot. Ik ga mijn tanden poetsen. Ik ga slapen. Dat is nodig. En ik zie jullie overmorgen. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Ik hoop dat jullie weer staan. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. Als jullie deze vlog hebben gekeken, deel het dan op Instagram story en tag @thalisaloopvlogs. En dan kan ik dat delen. Tot overmorgen.